als u in de auto zit en de sirenes gaan aan, dan doet u de AirPods of de AirPods dat in, hè? De AirPods in, hier. Ik heb ze altijd bij me. Die gaan in op het moment dat de sirenes aangaan. Hier achter mij vindt de inhoudelijke behandeling plaats van de zaak over een doodsbedreiging richting Geert Wilders. De bedreiging was afkomstig vanuit Pakistan. De verdachte is er zelf niet, maar Geert Wilders wel. Het is voor mij een belangrijke dag. Want helaas bestaat een groot deel van mijn leven uit doodsbedreigingen die ik, u zei het zelf net al, vele jaren zo ongeveer dagelijks krijg. En waardoor ik moet leven in onvrijheid. Hoe was het om gebruik te maken van uw spreekrecht? Nou, ik vond het wel heel belangrijk, want ik wilde die rechters ook laten weten wat het betekent voor mijn leven, zo'n bedreiging als deze. En dat ze ook goed in de gaten hebben dat het niet alleen maar een papiertje is, maar wat het ook met je leven doet. Dus ik vond dat wel heel goed dat ik de kans kreeg om dat te vertellen. Het ging om een man, een Pakistaan, een bekende ex-cricketspeler die Geert Wilders heeft bedreigd met de dood. Komt erop neer dat hij een oproep heeft geplaatst op social media met een oproep om voor 3 miljoen roepie, bijna 21.000 euro destijds, Geert Wilders te vermoorden. Dit speelde in 2018, dus het is al een forse aantal jaren geleden. In die tussentijd heeft het Openbaar Ministerie geprobeerd om deze Khalid Latif te vinden. Dat is niet zo makkelijk. Nederland en Pakistan hebben geen rechtshulprelatie. En Pakistan heeft gewoon simpelweg niet gereageerd op al die verzoeken. Ja, want dat begreep ik inderdaad. Hè. Er zijn amper verdragen en dat bemoeilijkt de zaak. Nou ja, dat betekent in ieder geval dat je niet zomaar iemand kunt benaderen op grondgebied van een andere natie. Want dat betekent dat ze het andersom ook zouden kunnen doen. En dat willen we natuurlijk niet. En op een gegeven moment hoort u dat het gaat om 21.000 euro. Wat op uw hoofd staat, dan zou ik ook denken, ja, 21.000 euro is ook niet heel veel eigenlijk. Hè? Nou, het is alles wat de man had, begrijp ik. Ja. Dus ik kan er ook niks aan doen dat hij dat geld had. Maar wat ging er door u heen toen u dat hoorde? Nou, weet je, of het nou 5.000 euro is of 5 miljoen. 21.000 euro is voor mensen in Pakistan ongeveer net zoveel als 10 miljoen euro voor u hier in Nederland. Hoeveel bedreigingen krijgt u op jaarbasis? Nou, ik heb er vorig jaar in ieder geval meer dan 1.000 gehad. Ik heb ze ook niet eens overal aangifte tegen gedaan. Ik denk dat ik 800-900 keer aangifte heb gedaan, maar niet alles, want dan zou ik inmiddels echt niet meer aan mijn werk toekomen. Maar meer dan 1.000 doodsbedreigingen? Ja, meer dan 1.000. En soms gewoon korte teksten, vaak filmpjes of plaatjes. Ja. Maar te veel om. Ik zou de politie van haar werk afhouden en ook mijzelf als ik dat iedere keer tot aangifte zou brengen. Dus dat is gewoon te veel. Kunt u omschrijven wat dat met u doet? Heeft u een concreet voorbeeld uit het dagelijks leven van ja, dat doet het met u? Nou ja, al 19 jaar woon ik niet meer thuis. Wat dacht u daarvan? Heb ik overal gewoond, van gevangenissen tot kazernes tot politiebureaus. Al dan niet verkleed over straat moeten gaan. Ik hoorde u een treffend voorbeeld geven. Net ook dat u dan, als u in de auto zit en de sirenes gaan aan, dan doet u de AirPods of de AirPods in, hè? AirPods in, hier. Ik heb ze altijd bij me. Die gaan in op het moment dat de sirenes aangaan, ja. Omdat u dat gewoon niet meer, ja, dat geluid continu, dat is ook niks natuurlijk. Niet continu, maar als het gebeurt, dan hoef ik dat niet 's morgens om 7:30 of 8:30 te horen, nee. Wat is de eis? De eis is 12 jaar cel. Dat is fors, heel fors zelfs. Wat vindt u van de eis? Want het is een behoorlijke eis natuurlijk, hè? Ja, het is een forse eis. Ik ben daar heel blij mee. Ja. Ik realiseer me wel tegelijkertijd dat als de rechtbank die eis overneemt, dat de man waarschijnlijk nooit in de gevangenis in Nederland zal zitten, want hij wilde het niet. En die hoop heeft u wel opgegeven, denk ik, hè? Die man komt hier nooit meer natuurlijk. Nee.